Dit is Unmatrix TV. Mijn naam is Ayan Bos en dit is mijn persoonlijke vlog over hoe ik uit de Matrix stap. Unmatrix. Hoe stap ik uit de Red Race? Wat is mijn kracht en hoe ver gaat die eigenlijk? Dat is de reis die ik wil maken en in dit vlog neem ik je graag mee op die reis. De Matrix, wat is dat eigenlijk? Nou, er is heel veel over gezegd en geschreven. Het is heel simpel, komt het hierop neer. Dat de realiteit, de dagelijkse realiteit die wij voor onze ogen zien, dat dat eigenlijk een virtual reality is. Een virtual reality game of in ieder geval een artificieel universum. En ik ben niet de enige die dat zegt. Dat zijn allerlei mensen die dat zeggen en ook al best wel een tijdje. Ook best wel wat wetenschappers, onder andere Stephen Hawking, maar ook Elon Musk, de directeur van Tesla. En ik heb zelf gesprekken met Martijn van Staveren. Hij is onder andere betrokken geweest bij allerlei mind control experimenten. En hij is vrijspreker en hij spreekt daar ook vrij over. En hij zegt ook dat dit universum een artificieel universum is. En dat we met z'n allen vergeten zijn om de virtual reality bril af te zetten. Ik heb een playlist op mijn YouTube kanaal gezet met een stuk of 25 video's die hier allemaal over gaan. Dus dat gaat van wetenschappers tot stukjes uit de film The Matrix. Maar ook Elon Musk en Stephen Hawking zitten daarin. Ik heb zelf 2 afleveringen met Martijn van Staveren over The Matrix gemaakt. En dat is allemaal hartstikke interessant. Maar waarom dit vlog? Dit vlog is omdat ik eigenlijk wil ontdekken wat je er nou mee kan. Dus het is niet zozeer de kennis die ertoe doet, maar wel wat je in de praktijk brengt. En met name ook wat werkt. Nou, ik kan je zeggen dat ik aan het experimenteren ben geweest in de afgelopen 1,5-2 jaar. En dat ik echt opmerkelijke resultaten heb bereikt. En die deel ik heel graag met je in dit vlog. Om een klein tipje van de sluier op te lichten. Ik was 2 jaar geleden zat ik in een hardrock busje op weg naar een gasprotest in Blijham. Dat was tegen Frekker van de NAM die hier de grond onder Groningen helemaal wegboort. En ik kreeg een niersteenaanval. En voor de mensen die dat niet mee hebben gemaakt, dat is echt heel erg pijnlijk. Ik heb de eerste keer dat ik dat meemaakte, lag ik echt op de grond krioelen van de pijn. En ik kreeg dus weer een niersteenaanval. En het begon echt super ondraaglijk te worden. En op een gegeven moment heb ik mijn lijf de opdracht gegeven om de stoffen aan te maken die de pijn deden wegnemen. Ik had eerst een aantal andere dingen geprobeerd en die werkten allemaal niet. Maar deze die werkte heel specifiek, die werkte acuut. Dus ik zat in de trein, ik moest nog ongeveer een half uur voordat ik bij de dokter was. En het was echt ongelooflijk. En ik had zoiets van, ja, maar het moet gewoon nu stoppen. En ik heb dus die opdracht gegeven aan mijn lijf. En de pijn hield in één keer op. Het was ongelooflijk. En het gekke was dat de dag daarna kreeg ik weer een aanval. En toen was ik het in eerste instantie vergeten dat ik dat had gedaan. Dus ik was eigenlijk al op weg naar de dokter. En toen dacht ik van, hé, dat heb ik gisteren ook gedaan. Dus toen ben ik, want ik was op de school. En toen ben ik even naar het toilet gegaan om even mezelf te concentreren. En heb ik die opdracht opnieuw aan mijn lijf gegeven. Acuut weg de pijn. Nou, daar heb ik nog een aantal dingen in ervaren die ik heel graag met je deel. Dus als je zin hebt om zelf ook te experimenteren of je vindt het gewoon leuk om te kijken wat ik allemaal doe en beleef, abonneer je dan even op mijn YouTube kanaal, dan zie ik je aan de andere kant.